Zoals je praten en dan weer stilte. Praten en stilte. Ja, heel nou, weet je, dan heb ik voor jou iets heel bijzonders. Want het volgende programma is namelijk ook een heel poëtisch programma. Dat is het familieprogramma van Jozef van den Berg en wel O Oceaan. Hmm. Oh, goed. Jullie zijn gewoon. Spreek jij Nederlands? Ja. Maar waarom spreekt iedereen dan plotseling bonjour? wat is dit nu voor een verwarringsstichterij? Maar zeg je, is het werkelijk waar dat ik in Nijmegen ben? Ja. Maar dit is toch een mol. Ik weet het. Hoe heet jij? Janneke. Janneke. Moet je luisteren, kind. Ik weet het zeker dat ik de Franse grens al lang gepasseerd ben. Echt waar, ik. Ik zal het je laten zien waar ik denk zelf dat ik ben. Ik zal het je laten zien. Ga hier maar. Kijk, Janneke. Ga maar even zitten. Kijk, ik ben hier vertrokken. Helemaal hier. Dat staat er niet op. Ik ben vertrokken in Boedapest. Want daar heb ik dit autootje gekocht. Dat is een prachtig autootje, vind je niet? Ik ben op weg, Janneke, naar het zuiden. En ik weet zeker dat ik al bijna bij het strand ben. Nou, ja, waar het prettig is. Want ik ben hier niet alleen. Bij me. Kennen jullie mannetje Pluim? Ja. Kennen jullie niet? Kennen sommigen van jullie niet mannetje Pluim? Nee. Ik dacht dat het toch heel beroemd was. Ik zal het je uitleggen, mannetje Pluim. Janneke, mannetje Pluim is het poppetje wat ik van mijn papa heb gekregen. En mijn papa die heeft dat aan mij gegeven vlak voordat hij doodging. En ik heb hem nog steeds bij me. Jullie hebben toch zeker wel gezien dat ik aanspoelde met mannetje Pluim? Ja. Oh. Jullie hebben toch wel gezien dat ik mijn mannetje Pluim over die duin werd getrokken met een touw en... Ja. Nou, en wij waren in Boedapest, daar waren we ook aan het aanspoelen, want we zijn de laatste tijd overal aangespoeld. En toen zei ik tegen mannetje Pluim, vind je het nou nog leuk dat aanspoelen steeds maar blijven aanspoelen? Zei hij nee. Dus heb ik gezegd, weet je wat we doen? We houden mee op. We gaan een autootje kopen, we hebben dit autootje gekocht en nu zijn we op weg op vakantie. We hebben genoeg van al dat gewerk. Ik ga aan het strand liggen, dames en heren, jongens en meisjes. Heerlijk aan het strand, Janneke. Ga ik liggen in de zon, nadenken over nieuwe verhalen. En dan kom ik wel weer terug. En dan, als jullie dan weer aan ditzelfde werkje zitten, dan... Goed, Janneke, dan ga ik nu verder. Hè? Oké, kind? Ja. Nou, dag meisje. Dag. Janneke. Dag. Dag. Ga jij deze zomer ook op vakantie? Ja. Waar ga je naartoe? Frankrijk. Ja, Frankrijk. Kom maar
luister, ik ben van plan heel lang in Frankrijk te blijven. Dus als jij dan daar komt, dan komen we elkaar daar weer tegen. Oké? Okay? Nou, dag. Leuk dat je me even hebt geholpen. Val niet. Goed, dames en heren, ik ga verder. Jongens en meisjes, ik kan toch moeilijk tegen een mannetje pluim zeggen. Mannetje pluim, we zijn in Nijmegen en we blijven in Nijmegen. We gaan in Nijmegen op vakantie. Want wie gaat er nu in Nijmegen? Goed, nou, tot ziens. Moet jullie één ding zeggen, ik ben echt ontroerd. Nee, echt, ik ben bijna tot tranen bewogen. Dat langs de weg mij naar de vakantie brengt. Tribunes vol Nederlanders. Mij te zien komen. Nou, tot ziens maar weer. Jozef! Ja? Wie zijn dat daar buiten? Dat zijn allemaal mensen, mannetje pluim, die zitten hier langs de weg. Maar wacht eens. Hebben jullie betaald om hier te zitten? Nee, werkelijk waar. Maar dat zou dan toch heel verschrikkelijk zijn dat je voor niks hebt betaald. Hebben jullie veel betaald? Wacht eens. Weet je wat ik zou kunnen doen? Dat is ook een verrassing voor mannetje pluim. Weet je wat ik zou kunnen doen? Dan neem ik iemand van jullie mee. In mijn autootje. Hè? Dan rijd ik zo snel als ik kan naar het strand. Dan stapt dat kindje daaruit, blijft met mannetje pluim in het zand spelen, zandkastelen bouwen. Dan rijd ik terug, pak ik het volgende kind en dan blijf ik de hele tijd op en neerrijden. Ja, ja. Totdat iedereen dat wil. Zou jij dat wel willen? Ik wel. Hoe heet jij? Kasper. Kasper, kom. Kasper, dan ga jij met mij mee. Hè? Ja. Wat zeg je? Vind je het goed? Maar ik weet niet of je papa er is. Is je papa en mama ook hier? Moet je luisteren. Moet je aan je papa vragen of aan je mama? Moet je vragen, papa en mama, vinden jullie het goed dat ik met deze vreemde meneer mee ga? Moet je die vraag stellen, want dan wil ik uit de mond van jouw ouders horen of ze het goed vinden of niet. Want anders krijg ik later op, dan krijg ik moeilijkheden. Snap je? Ja. Maar Kasper, blijf maar hier staan, dat is ook zo. Papa en mama, mag ik mee met jouw bekende meneer naar de stad? Wat zegt je? Wat is uw antwoord, meneer? Ik vind het goed. Je vindt het goed? Het klinkt een beetje van, neem hem maar mee! Oké, Kasper, huppelijk heen! Hup, iedereen! Maar wacht even, Kasper, wacht even. Jouw papa weet natuurlijk ook wel dat het leven heel erg duur is. Weer een kleine bijdrage is toch op zijn plaats. Broer, hij moet misschien even plassen, Kasper. Misschien moet je onderweg even, hoef je niet te plassen. Maar misschien wil je een ijsje, een rolletje rang, een ditje en datje. En mijn banden, wat denkt u daarvan? Op en neer de hele middag. Een kleine bijdrage graag, 5 gulden. Kan jij het even halen, Kasper? Kasper, vraag maar een tientje. Dus. Heb je dit? Oh, er zit genoeg in die portemonnee, Kasper. Wat heb je? 10 gulden? Zal ik het voor je bewaren, hè? Oké. Okay. Nou. Hup, hup. En jongens en meisjes, luister. Ik kom onmiddellijk terug. En wie het meeste geld heeft, gaat het eerste mee. Mooi los. Grappig autootje. Heel mooi autootje. Kasper, klaar. Huppakee, daar gaat hij. Even kijken. Zo. Moet geen fouten maken. Zo. Wat zeg je? Christine is olie op. Is mijn olie om? Weet je wat ik denk dat het is? Het is niet de olie. Ik was daar bij de grens. Kasper, luister je. Ik was daar bij de grens. En toen waren er ineens zo'n slagboom en douaniers. En toen moest ik stoppen en ik heb slechte remmen. Meneer, spijt me, ik heb hele slechte remmen. Maar toen schoot ik daar door en toen bleef ik daar onder de slagboom steken. En toen hebben ze mijn hele autootje onderzocht, want ze dachten dat ik opzettelijk over de grens wilde rijden. En hebben ze overal onderzocht. Ik weet zeker misschien. Ach, natuurlijk. Ze hebben natuurlijk ook helemaal mijn motor helemaal door elkaar gehaald. Haha, als ik het al niet dacht, hier moet je kijken, Kasper. Is helemaal los erin.
Wat zeg je? Ja, afgebroken, dat heb ik douaniers natuurlijk losgetrokken om te kijken of er iets in zat. Ik weet nooit bij die mannen wat ze zoeken, maar dat ze zoeken is een feit. Maar het is helemaal vervuild, helemaal vies. Meneer, heeft u voor mij misschien een schone zakdoek? Alsjeblieft, in ieder geval, ja, geeft u die maar. Een beetje schoon. Ja, wat zegt u? Een beetje schoon. Een beetje schoon, ja, ja. Inderdaad, wat u zegt, ja. Nou, in ieder geval, zo hartelijk dank. Ja, maar dit is helemaal vervuild. Hartelijk dank. Oh, wacht even, wacht even, wacht even. Er zit hier een klein koperen knopje. Er zat een klein. Zit hij... Nou valt hij naast uw stoel, hij valt. Daar rolt hij. Onder uw stoel. Onder uw stoel, kijk. Niet gaan staan. Als je erop trapt... Nee, wacht, ik zal even mijn lampje pakken. Wacht even. Kasper, er is een heel klein koperen knopje. Dat zit daar in het midden. Heb ik hier mijn lampje? Wacht even. Moet u kijken, daar naast uw stoel. Naast uw stoel. Ik doe alsof... Ja, daar. Pak hem nu. Pak het. Pak het nu, die meneer. Pak het. En geef het mij, doe alsof. Ja, dank. Hartelijk dank. Snap dat nou eens een keer, man. Je kunt wel begrijpen dat wij alsof doen. Toch, Kasper, je snapt toch ook wel dat wij gewoon alsof doen? Of denkt u, meneer, dat ik ook werkelijk van Boedapest kom? U weet toch net zo goed als ik, meneer, als ik hier nou dadelijk doorrijd, dat ik daar keihard tegen de muur op knal? Of denkt u, meneer, dat het iets uitmaakt hoe ik dat ding in dat autootje gooi? Kijk, hey, Kasper, hup, nog iedereen, jongen. Hup, daar gaan we. Zo. Nou, daar gaat het dan. Hup, hup, hup. Even kijken. Zeg je papa nog maar voor de laatste keer goedendag. Zo, nou, daar gaat hij. Mannetje Pluim. Mannetje Pluim. Ja? Mannetje Pluim. Kunnen we nu niet op vakantie? Ik ben bang dat we hier moeten blijven, Mannetje Pluim. Werkelijk waar. We kunnen niet weg. Echt niet? Nee. Kasper? Ja? Kasper? Ja? Had ik er zo op verheugd. Maar Mannetje Pluim... Goed, maar wacht eens even. Natuurlijk. Als het autootje hier blijft staan en het wordt nacht, dan sta ik hier heel erg gevaarlijk. Mannetje Pluim. Ja? Mannetje Pluim, ga jij gauw in mijn zak zitten. Kasper, we moeten gauw in... Ik heb hier iets in het autootje. Hier, kijk. Ik zal hem hier neerzetten. Wacht even. Ik vraag me wel af van welke kant de eerste vrachtwagen zal komen. Nou, ik zal hem hier maar zetten, Kasper. Even kijken. 1, 2. Niet volgens de wet. Volgens de wet moet het ding 50 meter van het voertuig staan. Ik zet hem even 48 meter verderop. Kasper, blijf jij hier even bij het autootje wachten? Dan ben ik zo terug. Maar wacht. Dan zien jullie hem niet meer. En nu ik hier moet blijven en ik helaas voor jullie nog geen verhaal heb, zijn jullie voor mij misschien wel het grootste gevaar. En Kasper, die afstand met het autootje zullen we ook wel oplossen. Zet het autootje een eindje ver achteruit. Trek jij van achter, dan duw ik van voor. Trek hem maar, ja, heel goed. Gaat het, Kasper? Ja. Hè? Ja. Pas op dat je er niet onder komt. Oké? Okay? Zo is het goed, jongen, zo is het goed. Nou. Spijt me, Kasper. Spijt me echt dat het niet doorgaat. Had je er wel op verheugd of niet? Voor mij is het toch al een vreemde meneer, hè? Ja. Nou, Kaspietje, ga maar gauw terug naar je papa. Hè? Tot, pas op, vol niet. Kasper,
Niet tegen je papa zeggen. Oké, Kasper. Jongens en meisjes, dames en heren. Ik moet hier helaas even blijven. Misschien komt het wel goed uit, want ik heb zo'n lange reis gemaakt. Ga ik even een beetje rusten, een beetje slapen. En dan, nou ja, dan moeten we maar hopen dat er hulp komt. Hulp komt opdagen. Ik heb de laatste tijd zulke vreemde dingen, hè. Ik maak zulke vreemde dingen mee. Want weten jullie wat ik gisteren heb gezien? Gisteren heb ik zo'n grote mus gezien. Zo'n grote mus. Weet je wat die mus zei? Tulip, tulip. Mannetje pluim. Ja? Mannetje pluim. Je moet niet verdrietig zijn, mannetje pluim. Mijn papa zei wel eens, Jozef, soms als je niks doet, dan komen de dingen vanzelf naar je toe. Ja? Ja, dat zei mijn papa wel eens. Ga maar lekker slapen. Ja. Hè? Ga maar lekker slapen, poppetje. Ja. Welterusten, welterusten. Ga maar slapen, mannetje pluim. Als je slaapt, dan gaat de tijd altijd heel erg snel. Als je slaapt. Ja. De kinderen weten dat net zo goed als jij. Als je slaapt, voordat je het weet, is de nacht voorbij. Voordat je het weet. Ga maar slapen. We blijven hier, we blijven hier. Hè? En luister goed, we hebben maar kort geslapen. Ja, ik leg jou nog in dit bed, dan ruim ik alles op en dan maak ik je wakker. Goed, oké. Ga maar lekker liggen hier, het kussen. Zo, mannetje pluim, we zullen een mooie vakantie krijgen, hè, poppetje. Je bent het liefste wat ik heb. Dat weet je toch? Hoef niet bang te zijn, ik ben beneden.
vlug het autootje van de weg afzetten. Ik bedoel, straks dat verkeer hier begint voorbij te komen, dan ik wil geen ongelukken. Ik wil absoluut, dames en heren, geen ongelukken. Nee, zet hem mooi bij de golven, aan de zee. Nou, en ik doe dat niet alleen maar voor mijn autootje, maar ik doe dat ook een beetje voor u. Dames en heren, jongens en meisjes, zeker voor deze groep mensen hier. Want als ik het hier de hele avond laat staan, hadden jullie net zo goed in de garage met wat kennissen kunnen gaan zitten. Ik moet aan alles denken. Aan alles denken. Wacht eens even. Als ik daar nou straks lig te slapen en al dat verkeer komt hier voorbij. Nog geen rust. Nog geen frisse lucht. En mannetje pluim, hij loopt zo onder een auto. Haha. Haha, wacht even. Konden jullie dat ook maar doen met de weg die voor jullie huis langs loopt? Nou, het rijdt voor mij alleen. Voor mannetje pluim en mij. Dat is wat ik wil. Zo. Dames en heren, bied jullie deze weg aan. Van ganse harte, trek jullie benen in, want ik gooi hem daar neer. En deze keer doe ik niet op de auto. Zo. Heerlijk. Ga gelijk zwemmen. Ga gelijk zwemmen. Zo. Dat vind ik het heerlijkste wat er bestaat. Zwemmen in de zee. Kan ik mijn kleren ook eens wassen? Niet alleen mijn kleren, maar ook mezelf. Het is wel eens goed om al het stof wat de laatste jaren aan je vastgekleefd zit, wat van je af te spoelen. En wat jullie nu gaan zien. Wat jullie nu gaan zien, jongens en meisjes, dames en heren, dat hebben jullie nog nooit gezien. Tenminste, niet van mij. Wat ik nu doe, is voor mij ook volkomen nieuw. Dit wat ik nu doe, heb ik nog nooit eerder gedurfd. Helemaal bloot voor een publiek. Ik zou natuurlijk het liefst mijn hoed wel ophouden. Nee, want ik word er wel een beetje kaal. Komt van alle aaitjes die ik tegenwoordig krijg. Alle complimentjes. Goed zo, Jozef. Goed zo, Jozef. Ha? Heerlijk. Zo, nou, daar gaat-ie. Ah, wacht even. Dat zijn jongens en meisjes. Heerlijk. Die frisse wind. Die frisse wind. Raak. Ongelooflijk! Alles ligt hier klaar! Ze hebben aan alles gedacht! Alles ligt hier klaar! Moet je kijken! Moet je kijken! Alles is voorbereid! Ha! Dat is wat ik het liefste doe! Snorkelen over de bodem van de zee! En als ik een monster tegenkom, heb ik nog altijd dit. Oké! Ik stort me er in één keer! Hup! In! Hup! Daar gaat ie! Ja! Het is een beetje koud! Jullie moeten mij even aanmoedigen. Even met z'n allen. Grote mensen en kinderen. Oké, daar gaat ie! Ik kan niet zien wat het is.
Mijn bril is helemaal beslagen. Hé. Hey. Het is heel zwaar. Ik lag op de bodem van de zee. Allemaal zwarte vissen. Binnengereden. Dit is een pot uit sprookjes. In dit soort potten zitten meestal hele enge geesten die kinderen opeten. De deksel zit los. Misschien. Aha, een nepper. Oh nee, wacht eens. U bent de gelukkige vinder van een wenspot. U mag 3 wensen doen. Gebruiksaanwijzing. Ga op de pot zitten. Is een pot met humor. Ga op de pot zitten en spreek uw wens hardop uit. Denk wel heel goed na voordat u wenst. Want gewenst is gewenst. Veel geluk. Wens iets voor mannetje pluim. Maak ik hem straks wakker, heb ik een verrassing. Ik. Pot! Pot, luister je! Ik wil voor mannetje pluim een huisdier. Want hij wil altijd een huisdier, maar zeg ik, we zijn altijd op reis, dat kan niet. Maar nu hebben we een huis. Ik wil een huisdier voor mannetje pluim, Pot. Maakt niet uit wat, als het maar beweegt. Dat is een gekke pot. Wens ik een huisdier, komt hij met een elektronische rat. Het is gewoon een verdwaalde elektronische rat die hier toevallig voorbij komt. Nou ga ik nog iets proberen. Iets voor mezelf. Even denken. Weet je wat ik kan doen? Dat moet je niet gek vinden. Maar ik ben altijd heel erg alleen. Nou ja, wel met mannetje pluim. Maar mannetje pluim is gewoon een poppetje. En ik moet altijd andermans kinderen amuseren. Ja toch? Mevrouw. Altijd voor andermans kinderen. Ik heb nooit mijn eigen kinderen. Ik wil zelf ook kinderen. Ik hou veel van kinderen. Weet je wat ik wens, Pot? Pot! Ik wil een vrouw! Pot! Wacht even! Ik moet even precies zeggen wat voor soort vrouw! Nee, maar er zijn een heleboel soorten vrouwen! Pot! Luister, ik wil even precies zeggen. Luister goed. Ik wil een vrouw. Wat moet een vrouw kunnen? Huishouden. Nee, niet het huishouden. Het moet lief zijn. Wie ben jij? Hè? Niels, zie jij dat van koken? Is dat je moeder? Niels, ze hoeft niet te kunnen koken. Als ze kan koken, is het natuurlijk wel fijn. Maar ze hoeft het niet te kunnen. Nee, dat vind ik, dat hoeft ze niet per se te kunnen. Hier, God, laat me zien. Ik heb hier in mijn hand. Heleboel lekkere dingen. Hoeft niet te kunnen.
Weet je wat ze ook niet te kunnen? Stofzuigen zo hier zo. Want dan zie je toch geen begin en aan, hè, dus. Nee, weet je wat ik wil? Pot, luister. Ik wil een vrouw, Pot, die heel mooi muziek kan maken. En dan lig ik daarboven op het bed, speelt zij de prachtigste muziek. En dan heb ik de mooiste ideeën voor nieuwe verhalen. Dat wil ik. En ik wil ook een vrouw, Pot, die heel mooi kan dansen. Kan ze meedoen, Katrien, in mijn voorstellingen, snap je? Pot, dat is het. Oh nee, wacht. Ik ben iets vergeten. Ik wil ook een vrouw die mij begrijpt. En die ik begrijp. Want als papa's en mama's elkaar niet meer begrijpen, dan wordt het voor de kinderen verschrikkelijk. Dat wil ik! Ik heb het gezegd! Dat is mijn wens! Wat komt ze aan? Ja, niet. Heb ik gezegd dat ze mooi moet zijn? Nee! Een pot, als het nog kan! Luister, ik wil liever niet zo'n grote vrouw! Want dan word ik zelf zo klein, als het nog kan, alsjeblieft! Daar komt ze aan! Daar komt ze aan! Het is zo'n klein vrouwtje! Of misschien komt dat omdat ze nog heel ver weg is. Ze is geloof ik wel mooi. En ik zie er nog zo belachelijk uit. Katrientje, zou je me even willen helpen alsjeblieft? Kom snel, snel. Snel, Katrientje. Luister, als je even wil, leg je mijn spullen in mijn autootje. Vlug, vlug, vlug. Oh, Katrien. Wat, hè? Je moet het open. Zo. Wat heb ik nou toch gedaan? Dit heb ik nog nooit eerder gedaan. Een vrouw gewenst. Tot nu toe heb ik het altijd alleen gedaan. En de brief, Katrien, de brief. In het autootje graag. Want misschien is het wel een hele hebberige vrouw. Nee, en dan ziet ze dat ik nog één wens heb. En dan wil zij die wens hebben. In het autootje. Zo moet hij op. Zo. Katrien, luister, hè. Kom maar, kind. Doe het deurtje maar dicht. Weet je wat we doen? Luister, hè. Ik ga in het autootje zitten. Ik ga in het autootje zitten. Als het wel heel erg tegenvalt, dan blijf ik zitten. En dan tijdens de nacht sluit ik weg. Oké? Okay? Ze zien ook alles. Kijk uit de vlog. Mannetje pluim, luister. Ik heb iets gedaan. Ik moet het je eerlijk zeggen. Wat dan? Mannetje pluim, luister. Ik heb een vrouw gewenst. Nee, toch? Ja. Maar je moet niet jaloers zijn, mannetje pluim. Ik zal je echt niet vergeten. Echt niet? Nee. Beloofd? Beloofd. Hé, kom maar gauw in mijn zak zitten. Je komt ze aan. Luister, ik verstop mij in het autootje. Niks zeggen.
Hallo. Hallo. C'est ta maison de vacances? Ja, het is mijn weekendhuisje. C'est magnifique. Mooi, hè? Super. Maar spreek je Frans? Oui. Hé? Tu parles irlandais, toi? Ja, ik spreek Nederlands. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou, dat veel? Begrijp jij wat ik zeg? Oui, tout à fait. Et toi, tu me comprends? Ja, ik begrijp precies wat je zegt. Ach, natuurlijk. Dat heb ik gewenst. Ik heb gewenst dat wij elkaar zouden bekennen. Hier, moet je kijken, dat is mijn wenspot. Ik heb jou ook gewenst. En er zit nog één wens in. Maar die wil ik nog niet uitspreken. Daar wil ik nog even over nadenken. Vous le gardez pour plus tard. Hè? Ja, voor onze oude dag. Oui. Hoe heet je? Marie. Toi? Jozef. Nou begrijp ik het. Jij bent Marie. Jij bent Marie en ik ben Jozef. En mijn autootje is onze ezel. Is dat alles wat je bij je hebt? Non, j'ai encore d'autres bagages. Tu m'aides à les tirer? Is dat allemaal van jou? Oh, ouais, c'est lourd. Slip je dat allemaal achter je aan door het hele land? Wieso? Nou, die tijd heb ik gehad. Vroeger sleepte ik altijd met koffers. Wacht, ik zal je helpen. Ah, wel, dat doe ik niet meer. Dat je dat allemaal achter je aantrekt. Dat is wel een beetje een lellebel van een piano, hè? Mag ik even kijken? Mag zijn tanden ook wel eens poetsen? Mag ik proberen? Oui, mais toi tu peux pas jouer, mais moi je peux. Echt waar? Oui. Heel mooi. Heel mooi. Prachtig. Prachtig. Mais dans la maison. De piano in het huisje. C'est mieux. Hè? D'accord? Allez. Tu m'aimes? Moet je per se in het huisje? Oh, niet, hè? Nou ja, heb ik eens een huisje, is het gelijk vol. Zal je even helpen? Ja. Hoop eens op. Hoop eens op, joh. Zo. Maar dan moet je er wel op spelen, hè? Oui. Ik wil niet zo'n piano die waar nooit op gespeeld wordt en waar in alle huiskamers piano's zijn. Dat. Hey. Vind je nou gek, hè? Dat soort dingen zie ik nou nooit. Marie? Oui? Heb je honger? Oh, oui. Wil je wat eten? Volontiers. Echt waar? Zal ik eten voor je koken? Oh, oui. Dan moet jij voor mij spelen. Oké. Okay. Heb je een stoeltje of moet ik het stoeltje uit mijn autootje pakken? Non, j'en ai une derrière, tu vas voir. Hé? Regarde. C'est tout prêt. Ze hebben alles bij zich. Ouais. Tu sais même. T'as vu? Thank you.
dat ik een vrouw gewenst heb. In het begin vond ik het een beetje eng. Maar weet je wat? Ik wil straks tijdens het eten, dan ga ik haar vragen of ze echt kinderen wil, snap je? Hè? Dat soort dingen kan ik allemaal niet. Oh ja? Dat kan ik. Ik pak je stoel, hè? Oui. Ça va bien. Marie. Oui. Marie, ik moet je één ding zeggen. Dat moet je niet gek vinden. Dat vertel ik bijna nooit. Tenminste niet aan vreemden. Dat moet ik je laten zien. Die heb ik van mijn papa. Dat is Mannetje Pluim. Die ken je toch nog niet? Hier, Mannetje Pluim. Heb ik van mijn papa gekregen. Vlak voordat mijn papa doodging, gaf hij mij Mannetje Pluim. Toen zei hij met een hele zware stem, zei hij... Jozef. Ja, papa. Hier. Toen gaf hij mij Mannetje Pluim. En toen zei hij dat ik nooit mocht vergeten. Dat als ik Mannetje Pluim zou vergeten, hij zei... Als je vergeet, jongen, dat je klein bent geweest... dan word je later onherroepelijk een vervelend groot mens. Dat zei mijn papa, daarom heb ik hem nog altijd bij me. Het is gewoon een poppetje, moet je kijken. Dat doe ik zo. Dus doe ik zo mijn vinger erin, kijk. Zo. Snap je? Mm-hmm. En dan speel ik er zo mee, zo. Zeg ik, hallo. Hallo. Dat doet hij, maar dat doe ik, hè, snap je? Mm-hmm. Hallo. Hallo, bonjour. Bonjour. Hey, ik parle français. Ah ja, beter dan ik, ja. Mannetje Pluim, ja. Mannetje Pluim, dit is Marie. En Marie blijft bij ons, echt waar? Ja. En ik heb het nog niet gevraagd, maar ik ga het nu vragen. Wat? Stil maar. Marie, wil jij ook een heleboel kinderen? Oui, j'espère. Echt waar? Een heleboel. En weet je wat we doen, Mannetje Pluim? Als ik dan doodga, vlak voordat ik doodga, dan geef ik jou aan mijn kinderen. En zo, Mannetje Pluim, als we dat doen, dan kun jij nooit doodgaan. Echt niet? Nee, dat kan niet. Marie, ik meen het echt, hè? Ik bedoel echt een heleboel kinderen, hè? Ik wil... Dan moet je goed begrijpen wat ik daarmee bedoel. Je moet goed begrijpen dat ik binnen het uur... Binnen het uur wil ik hier meer kinderen als daar. Ben je klaar met eten? D'accord. Oké, dan gaan we gelijk naar boven, ja? Je n'ai jamais exercice de danse et de chant, puis-je bien? Ah, kun je ook zingen? Oui. Oh, nee, want dat heb ik niet gewenst. Oh, ça va bien. Tu fais la vaisselle? De afwas? Ouais. Ja, doe ik de afwas. Oké. Ze gaat dansen. Ik vind wel dat ze een beetje overdrijft. Eerst eten koken, moet ik ook nog afwassen. Meisjes,
Marie! Oui? Ik wacht dan op je, hè? Kom je dan zo meteen? Oui. Mannetje pluim, ja? Mannetje pluim, kan hier maar lekker liggen. Vlak bij me. Zo, hè, poppetje. Ga maar lekker slapen. Hij mag nog niet kijken. Zo. Rustig. Ja, hallo? Met wie? Tovenaar Appeloog! Hé! Hey! Ja! Heb je het gezien? Ja! Het ging helemaal per ongeluk. Het was eruit van het R in had. En ze loopt steeds verder. Ik zie nog maar een heel klein rood puntje. Ze is ongelooflijk kwaad op me. Ja, natuurlijk. Maar het ging per ongeluk. Kan dat? In je bibliotheek? Zal ik even vragen? Een ogenblikje. Janneke, of een ander kindje. Kom snel, Janneke. Kom snel, kindje. Snel, Janneke. Kom! Ja, er wordt gekeken. Er is een kindje die gaat kijken. Moet je luisteren. Hij zegt zo, Toon van Appeloog moet het type nummer van de pot weten. Het type nummer staat in de deksel. Pak de deksel eraf, Janneke, als je wil. En dan kijk je, in de deksel staat een nummer. En dat moet je hardop voorlezen. Dat staat erin. Staat er een nummer in? Ja. Hardop, cijfertje voor cijfertje. Waar komt het aan? 2. 8. 4. 9. 9. Ja, 9 of 7? 9. 9. 49 aan het eind. Nee toch? Een gevaarlijke pot. Goed. Dat doe ik. Ik ga achter haar aan. Ja, daar. Doe je best, Appeloog.
Janneke, luister in. Tovenaar Appeloog gaat opzoeken in zijn bibliotheek of er nog een redding mogelijk is. Luister, weet je wat we doen? Als jij dat wil, dan moet jij hier blijven zitten op de pot. Ik ga achter Marie aan, want Tovenaar Appeloog zegt ook, als mensen hun stem verliezen, als mensen niet meer kunnen zeggen hoe ze zich voelen of wat ze vinden, dan springen mensen wel eens uit wanhoop, uit verdriet in de zee om zich te verdrinken. Dat doen mensen. Janneke, luister. Ik moet erachteraan aan. Jij blijft hier zitten. Als de telefoon nog gaat, dan neem je hem op. Oké? Okay? Janneke, kan ik op je vertrouwen? Marie! Marie! Kom maar terug! Marie! Goeiedag, kindje. Hoe is jouw naam? Janneke. Janneke, je moet hard praten. Ik ben een oude man. Hoe is je naam? Janneke. Janneke? Ja. Ben ik hier op de plaats waar Jozef is? Ja. Zou ik eventjes, kindje, als je het niet erg vindt, in plaats van jou mogen zitten? Ja. Kom aan deze kant van mij staan als je wil. Janneke? Ja? Mag ik je hand zien? De andere, alsjeblieft. Je kan in de handen van de kinderen altijd een heleboel zien. Je moet eerst kijken, Janneke, of jij zult begrijpen wat ik ga zeggen. En dat zul je. Luister goed. Ik ben persoonlijk gekomen omdat de boodschap die ik gevonden heb in mijn bibliotheek voor Jozef te ernstig is om door de telefoon te zeggen. Ik heb gevonden in mijn boek al dus, Jozef moet datgene wat hij het liefste heeft, het liefste wat hij heeft, in de pot stoppen, kind. En de pot geven aan de zee. Pas dan, Janneke, zal de vrouw weer kunnen praten. Als Jozef dat niet doet, dan kan zij nooit meer spreken. En dat zou rampzalig zijn. Rampzalig voor de vrouw en voor hem. Begrijp je, kind, wat ik zeg? Ja. Jij moet deze boodschap, zoals ik hem heb gezegd, aan hem doorgeven. Ja. Ik ga nu verder. Het is niet anders zoals het is. Ik hoop dat hij het doet. Als hij het niet doet... Ai, ai, ai. Ik ga. Ik heb zoveel problemen op het moment. De wereld is vol met problemen. Mijn huis, Janneke, is net een crisiscentrum. Het ene probleem is nog niet opgelost, of het andere komt er alweer aan. Marie!
Ga je weg? Je moet niet weggaan. Je moet niet weggaan. We zijn bezig. We doen echt ons best. Ik zag een rood iets drijven in de zee. Ik dacht dat jij het was. Jelleke, heeft Tor van Apeldoorn gebeld? Nee, hij is hierheen gekomen. Wat zeg je? Hij is hierheen gekomen. Is hij hier geweest zelf? Ja. Wat zei hij? Omdat ik aan jou moest doorgeven. Ja? Dat je iets, je liefste ding in een pot moest op en pot in de zee gooien. Dan kon ze weer praten. Het liefste wat ik heb? Ja. Het liefste ding? Ja. Hoor je dat? Het kan. Je kunt je stem terugkrijgen. Ik moet alleen het liefste wat ik heb in de pot stoppen. Dan geef ik hem aan de zee en dan kun je weer praten. Het liefste wat ik heb. Mijn autootje. Het liefste wat ik heb. Dat zal ik zeker niet. Mannetje Pluim. Ja? Wat is het liefste wat ik heb? Ik? Dat ben ik, dat heb je altijd gezegd. Mannetje Pluim, ik heb vreselijk nieuws. Ik heb het al gehoord, ik sliep niet. Ik moet met je praten. Met mij? Met jou alleen, waar? In het autootje. Goed, mannetje Pluim. Janneke? Ja? Ik wil met Jozef praten, vind je dat niet erg? Nee. Je wil even met mij alleen praten, snap je? Omdat je mij het beste kent. Hé, hey, Janneke? Janneke. Ja? Daar. Daar. Marie! Je wil even met mij praten, Marie. Mannetje Pluim. Ja? Dan moet je goed luisteren. Doe eerst het raampje dicht. Zulke vreselijke dingen. Doe het nu. Denk je dat het koud is in zo'n pot? Natuurlijk, mannetje Pluim, natuurlijk is het vreselijk koud in zo'n pot. Hoe dieper hij zinkt, hoe kouder hij wordt. Moet je voor de naam weer opkennen? Denk je dat je doodgaat in zo'n pot? Natuurlijk ga je dood in zo'n pot. Poppetjes kunnen niet doodgaan, mannetje Pluim.
Poppetjes kunnen niet doodgaan. Maar als je niet meer met ze speelt, dan zijn ze wel dood. Mannetje Pluim. Mannetje Pluim. Ja, hallo? Ja, dat moest toch? Ja! Dat heb je toch gezegd? Hij is weg! Wat? Kan dat? Dat zal ik zeggen. Heel goed, Apoloog. Ja, heel goed! Goed, ja, dag! Dag, Apoloog. Is het spaar? Marie, hij zegt zo. We moeten de potten slim af zijn, zegt hij. Ah. Hij zegt, we moeten een storm teweeg brengen. En dan spoelt de pot vanzelf weer terug. Mm-hmm. Een storm moeten we teweeg brengen. En hij zegt ook, alleen de vrouw kan dat. Ze lachen. Ja. Hij zegt zo. Maar we moeten opschieten. Het is een hele gevaarlijke pot. Hij zegt zo. De vrouw, zegt hij, de vrouw moet een storm teweeg brengen in de harten van de mensen. En dan volgt de zee vanzelf. Avec la muziek. Dat moet je zelf weten. Oké. Doe het. Oké, Jesse. En je moet opschieten. Oei. Het is een hele gevaarlijke pot. Nummer 49. Thank you.
mannetje pluim. Hij is eruit. Hij is eruit. Hele gevaarlijke pot. Wacht eens. U bent de gelukkige vinder van een wenspot. U mag 3 wensen doen. Gebruiksaanwijzing: ga op de pot zitten en spreek uw wens hardop uit. Denk heel goed na alvorens u wenst. Gewenst is gewenst. Veel geluk. Moet je het poppetje weer terug wensen? Dat ga ik doen, lieve schat. Dat ga ik doen. Stil, ik moet me niet verspreken. Ik wil mannetje pluim, het poppetje wat ik van mijn vader heb gekregen, terug. Lekker! Lekker! Nu is zijn eerste wens ook uitgekomen dat hij een huisdier heeft. Mannetje pluim, je bent het. Het is hem, hij stinkt altijd een beetje. Mannetje pluim. Hallo. Hallo. Hallo Marie. Hallo. Mannetje pluim, hier moet je kijken, we hebben een wenspot. Weer één. Nou mag jij een wens doen. Maar dan moet je goed nadenken voordat je wenst. Op de pot zitten. Nou, denk maar goed na. Ik wil een feest. Ja. Met muziek. Oh, wee. Dat is makkelijk, mannetje pluim. Ik ben nog niet klaar. Nee. Ik wil een feest met muziek voor alle kinderen. Ja. Met wel 100 ballonnen.